Het ministerie van Justitie en Politie heeft gisteren het project Veiligheidszone Paramaribo Centrum gelanceerd. Minister Kenneth Amoksi geeft aan dat het een samenwerkingsverband is tussen het Korps Politie Suriname, de beveiliging van de Centrale Bank, de Bijstands- en Beveiligingsdienst Suriname, BBS, en de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, SUP. Dit project bestond er al, maar er is nu nieuw leven ingeblazen, benadrukt minister Amoksi. Hij geeft aan dat er strenger zal worden opgetreden om de veiligheid te handhaven. Ik heb ook een zero-tolerance-beleid aangekondigd met als doel dat de politie strakker en harder zal optreden tegen personen die onze samenleving onveilig maken, uiteraard met inachtneming van alle rechtsregels en wettelijke voorschriften. Tevens hebben wij op ons ministerie een concept criminaliteitsurgentieplan, welke voorziet in enkele strategische en operationele maatregelen. Voor de uitvoering en implementatie van een van die maatregelen zijn wij vanmiddag hier. Namelijk de lancering van het project Veiligheidszone Paramaribo Centrum. Er is gekozen voor het centrum, aangezien het bestuurs-, financieel- en uitgaanscentrum in dit verzorgingsgebied is gesitueerd. De bewindsman geeft verder aan dat de leden van BBS en de Centrale Bank de status hebben van buitengewoon agent van politie en dat ze bevoegd zijn op te treden. Er zal gesurveilleerd worden in een afgebakend gebied. De voorzitter van de SUP, Robin Roemer, vindt dit een goed initiatief. De veiligheidszone Paramaribo Centrum, dus het verzorgingsgebied, is Waterkant, Keizerstraat, Watermolenstraat, Henk Aronstraat, Grote Combiweg, Sommelsdijkstraat, Kleine Waterstraat, het Onafhankelijkheidsplein, Waterkant met alle zijwegen en misschien in een later stadium kunnen we uitbreiden naar de Dominiestraat. En de doelstellingen waren juist ook om de beveiliging te zorgen dat de gast van en naar veilig zich kon bewegen. De Centrale Bankbeveiliging deed daarin mee en wij hadden onze eigen beveiliging met de buurtbedrijven. Volgens mij is het huidige gebied van dezelfde grootte. En ik moet zeggen, voor ons is het geweldig. We hebben eigenlijk ook al jaar en dag ook ervoor gezorgd in samenwerking met de SAL dat het beveiligingshuisje daar is gekomen. En dat was zo nu en dan ter ontijd bemand. Ik heb begrepen dat de toezegging nu is gedaan dat het weer permanent bemand wordt. De bikers zijn erbij. Het is gewoon een geweldig idee, initiatief die hernieuwd leven in is geblazen. Want de veiligheid van ieder die hier is, is daarmee gewaarborgd. Robin Roemer, voorzitter van de Stichting Uitgaansleven Paramaribo en daarvoor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Ze spraken gisteren bij de lancering van het project Veiligheidszone Paramaribo Centrum.